Nou, laat ik beginnen om te zeggen, het is het mooiste bedrijventerrein in Midden-Brabant langs de A58. Het is indrukwekkend bedrijventerrein. We hebben daar gekozen voor een combinatie van duurzaamheid en natuur. Er zit een ecologische verbindingszone en we gaan duurzaam ondernemen. Er zit een uniek voor Nederland WKO-systeem in deze omvang, waarin je niet alleen goedkoper je warmte kunt regelen, maar ook op een duurzame manier. En daarnaast, en dat is misschien wel het mooiste referentiekader van Midden-Brabant, echt onderscheidend in deze tijd, een hoog percentage van de huidige bedrijven die er zitten, die zijn nu al bezig met uitbreidingsplannen die ook echt op korte termijn geëffectueerd gaan worden. Ja, ik kan zelf een mooiere referentie niet geven. Wat verder leuk is aan Midden-Brabant, dat we heel veel aandacht schenken aan de beeldkwaliteitsplan. Dat we mooie bedrijven krijgen. Bedrijven willen dat zelf ook, want voor veel bedrijven is het toch een investering naar de toekomst toe. En als we met elkaar daar kritisch naar blijven van hoe het eruit ziet en hoe we dat met elkaar combineren, dan is dat op een hele goede manier komt dat dan tot stand. Wat verder belangrijk is bij Midden-Brabant, het is nu al een heel stevig gezadeld club van eigenaren, parkmanagement, die met elkaar zaken oppakken als veiligheid, bewaking, dat soort. Alle bedrijven hebben nu al het keurmerk Veilig Ondernemen, wat weer echt helpt ook bij het verlagen van de premie van de verzekeraars. Dus al bij al het mooiste park van Brabant. Ja, wat doe je voor de klant? Het is eerst goed om eens te luisteren naar de klant wat de klant wil. En dan probeer je dat ook vanuit de wetgevingskant en vanuit de RO-kant ook goed mogelijk te maken. Wat wij zeggen in deze gemeente is dat wij leven naar de geest van de bestemmingsplan en niet naar de letter van de bestemmingsplan. Dus met andere woorden, als wij een ontwikkeling willen, dan gaan we het mogelijk maken, samen met de klant. Niet alles kan, gelukkig niet, want we willen ook een bepaalde visie van het bedrijf waar we overeind houden. Maar we proberen daar wel samen te schakelen. De klant kan via verschillende kanalen binnenkomen. Het kan bij Rozenlopen zijn, het kan bij de gemeente zijn, het kan via de site zijn. Maar je krijgt dan vrij snel te maken met onze accountmanager Erik van Mierlo, die samen met Arthur van Rozenlopen samen optrekt om de eerste contacten te leggen met de klant. Maar ik moet zeggen, ik vind het zelf ook wel leuk om in dat voortraject betrokken te zijn. Al is het maar om ook vanuit de bestuurskant te laten zien dat bedrijven meer dan welkom zijn in deze mooie gemeente. Op ons mooie, fantastische Midden-Brabant.